Esther Bootsma is een van de 6 cameo's bij NOS Nieuws. Bootsma werkt op de buitenlandredactie en draait gemiddeld om de 2 weken een cameo-item voor het journaal. Regelmatig vliegt ze naar brandhaarden over de hele wereld. Vooral Afrika is haar specialisme. Het is een komen en gaan van buitenlandse gasten hier in dit vluchtelingenkamp Kibati. Ditmaal is minister Koenders op bezoek. Toch stromen de 65.000 vluchtelingen weer nieuwsgierig toe. Hoopvol dat misschien deze lange meneer hun leed kan verzachten. Deze reportage, die is uitgezonden in het NOS Journaal, zou zonder de inzet van cameo's nooit zijn gemaakt. Het gaat over een conflict in Rwanda. Het Afrikaanse land werd ervan beschuldigd de rebellen in Congo te steunen. Toenmalig minister Koenders ging daar een polshoogte nemen. En toen dacht ik, oh, dat is leuk, als Koenders gaat kijken, dan ga ik met Koenders mee. Ja. En dat mocht ook, dat kon. Het was allemaal, dat werd allemaal goed geregeld bij Buitenlandse Zaken. En ik denk dat, dat we dat verhaal, omdat het is, bij elkaar ben je wel 5 dagen weg voor 1 verhaal. Als je daarvoor een cameraman had moeten meenemen voor 1 verhaal. Het was vooral in het vliegtuig zitten, naar Rwanda vliegen, vervolgens de grenzen over met jeeps naar Congo. Allemaal heel bewerkelijk en gedoe. Nogmaals voor 1 verhaaltje. Maar we hebben het dan wel en het is niet geheel onbelangrijk. Ik zou maar even, ja, in een vluchtelingenkamp, wat ik zeg, 2 dagen vliegen, nog naar Qatar en allemaal ingewikkeld. Ja. Want anders was het gewoon te duur om dit verhaal te maken. Dat ga ik wel vanuit, dat zou te duur zijn geweest. Ja. Hetzelfde geldt voor deze reportage. Het gaat over conflicten tussen Soedanese vluchtelingen en dorpelingen in Tjaad. Overal waar de Nederlandse mariniers in het oosten van Tjaad komen, horen ze verhalen over onveiligheid. Een kwart van de bewoners is uit hun dorpen verjaagd door Arabische strijders uit buurland Soedan. Normaal gesproken is dat niet interessant genoeg om er een ENG-ploeg naartoe te sturen. Maar een cameo is veel goedkoper en dus is er aandacht voor in het journaal. En zeker bij dit verhaal, weet je, 10 dagen met mariniers in Tjaad. Op vredesmissie, langs vluchtelingenkampen. En vind ik allemaal hartstikke interessant en spannend. En dan gaan we in van die amfibievoertuigen, hele speciale voertuigen, door de rivieren. En het is allemaal cool. En dan kom je allemaal van die rebellen tegen. Maar het is wel zo, Tjaad staat natuurlijk niet hoog in de belangstelling van Nederlanders. Dus daarom gaan we daar dan denk ik heen met 1 camera. Terwijl de mariniers die daar zitten, die zeggen van, hoezo, in Afghanistan hebben we allemaal gevochten en daar komen zulke ploegen langs. Hè? De NOS sowieso altijd met een cameraman en een verslaggever, Peter Tervelde. Maar ook netwerk en alle andere rubrieken komen vaak met nog grotere ploegen, met producers erbij, licht enzovoort. En dan komen die en zeggen ze, is het omdat het Afrika is of zo? En dan zeg ik, dan ga ik me in allerlei bochten wringen om toch uit te leggen dat dat niet per se zo is. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk wel zo. Tjaad is minder belangrijk dan Afghanistan voor ons. Tjaad maakt geen deel uit van de war on terror. Allemaal niet. En niet van grote politieke debatten. Dus ja, dan gaan we gewoon met elkaar. Maar ja, we hebben het. En zij wenden er wel aan. Het was natuurlijk ook makkelijk. Ik hoefde maar 1 slaapplaats in de militaire kampen. Het was voor hen ook niet. Maar ze vonden het wel een beetje gek. Ja. Maar dat zijn mensen die, ja, doorgewinterde mariniers die vaak met tv te maken hebben gehad. Ja. En dat heb je dan wel inderdaad, als je dat soort mensen tegenkomt. Die staan. Maar verder, als je in Afrika komt, vinden ze het natuurlijk helemaal niet gek. Dat is het voordeel daar. Dat het zeker niet eenvoudig is om zelf alles te filmen, weet Bootsma maar al te goed. En soms is dat terug te zien in de beelden. En ik ben maar 1,64. En dan heb je die boomlange kerels, hier nog zo één. En die moet je dan interviewen met je steady stick. Dus sta je daar ingewikkeld te doen. Kijk, en je ziet, hij kijkt ook naar beneden. Ja, zwa, weet je, daar kan een cameraman enorm over zeuren. Maar dan hadden we het niet gehad. Naar de cameo-items wordt kritisch gekeken door de tegenstanders. Maar het verzet tegen de cameo's is de afgelopen jaren afgenomen, zo merkte Bootsma. In het begin was dat er zeker. Vooral van cameramensen, die spraken dat echt uit. Verslaggevers hadden er ook wel wat moeite mee. En ik snapte dat wel. Ik bedoel, er dreigde een soort broodroof. Terwijl we toch duidelijk zeiden, het is alleen, we gaan het alleen inzetten in speciale cameo-onderwerpen. Voor speciale cameo-onderwerpen waar je dicht op de huid van iemand wil zitten. Of waar je moeilijk met de gewone camera bij komt. Dat wat betreft het binnenland. Dus die weerstand snapte ik wel, maar die is later wel weggeëpt. Natuurlijk, in het begin kregen we heus kritiek.
Als ik een horizon een beetje scheef had, dan was het meteen, nou ja, je kan een verslaggever toch ook niet laten leren filmen. Maar ja, als die horizonnen rechter worden en het blijkt ook geen broodroof te zijn, heb die kritiek vanzelf weg. Ja. Nou, als we zo eens kijken, je moet met een hoop spullen op pad. Een statief, bandjes, een camera. Ja. Ja, zwaar. Het is zwaar. Je moet heel sterk zijn. Is dat een nadeel van de cameo? Nou, het zou wel handig zijn om een pakezel mee te nemen. Maar ja, dat kan niet altijd. Ja, het is een nadeel. Maar ik vind het ook wel meevallen. Als je het even handig inpakt. Kijk, je hoeft niet alles mee te nemen. Zoals hier, weet je wel. Als je even een dag weggaat, dan ga je dit allemaal niet zitten meenemen. De opladers, je zorgt gewoon dat je opgeladen batterijen hebt. En een paar bandjes. Ik neem een lichtere tas mee en een statief. En ja, ik vind dat je toch redelijk mobiel bent dan. 3 jaar geleden leerde ze om te cameoën en ze vindt het erg leuk om te doen. Om eigenlijk je hele verhaal van begin af tot het eind zelf in elkaar te zetten. Ik vind het heel erg leuk omdat je dan wat dichter bij de personen komt. De interviews gaan veel losser. Je kunt dus veel meer ruimte voor grapjes, voor spontane dingen. Terwijl met een cameraman vind ik interviews toch vaak wat statisch en gaan mensen heel deftig antwoorden. Nou ja, met cameo kom je vaak voor leuke verrassingen te staan, leuke quotes en nou ja, en zelf echt gewoon sequenties filmen is natuurlijk ook heel leuk, maar dat doe ik weer wat minder. Cameo items zijn volgens Bootsma vooral geschikt om natuurlijkere gesprekken met geïnterviewden te krijgen. Ik denk dat die items zijn vooral geschikt voor mensen die je met een gewone camera moeilijker aan het praten krijgt. Of voor onderwerpen, nou, wat ik zei, ik heb dan vorig jaar een onderwerp over een spijbelbus gemaakt. Nou, dan ga je aanbellen bij mensen die helemaal niet willen dat er een camera naar binnen komt. Maar omdat je eerst, in het begin mislukte het ook steeds. Toen dacht ik, nou, ik stop die camera in mijn tas. We bellen eerst aan, ik ga met die sociale werkers, of hoe heet het, maatschappelijk werkers naar binnen. En dan ga ik vragen, maar alsjeblieft mag ik. Dus je wint eerst het vertrouwen. En dat lukte 2 keer. Echt, 1 keer bij een drugsverslaafde. Nou ja, of afgekikt, weet ik niet. En die had veel problemen met haar dochter. En bij een Turks gezin. Het was een hartstikke leuk onderwerp geworden. En dat had je met een gewone camera nooit gedaan. Maar goed, zoveel voor het journaal is er niet te maken op dat gebied. Zoals gezegd heeft de NOS nu 6 cameo's in dienst. Maar Bootsma verwacht dat de cameo's bij de NOS nog verder zullen oprukken. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar het is moeilijk om daar uitspraken over te doen. Er zijn best veel mensen die het willen. En ik vind eigenlijk dat je... Kijk, en bijvoorbeeld... Nou, ik wijs nu even naar 2 mensen. Zij doen het voor Journaal 24 heel veel. Bijvoorbeeld hier op de redactie, Stijn en Arturo, zij kunnen ook filmen. En elke dag bijvoorbeeld, het zijn maar kleine voorbeelden. Voor het 8 uur journaal zal het nog niet zoveel gebruikt worden. Maar voor alle andere dingen, voor de website wordt het veel gebruikt. Voor Journaal 24 wordt het gebruikt, voor headlines wordt het gebruikt, voor Journaal 3. Voor het 8 uur journaal minder, dat zijn toch de grote harde nieuwsonderwerpen. Minder in de marge. Ik denk dat cameo ja, maar meer in de marge van het grote nieuws. Kijk, als het gaat om buitenland bijvoorbeeld, is het natuurlijk ook altijd de discussie, is het een kostenbesparende maatregel? En ja, dat is het. En wil je dat? Nou ja, op een gegeven moment als het budget minder zou worden, dan krijg je vanzelf meer cameo. Dat lijkt me vrij logisch. Maar op dit moment hebben we genoeg budget om cameramensen in te huren. En dat moet dan vooral ook zo blijven. Het zou wel heel zonde zijn als professionele cameramensen hun werk kwijtraken door de cameo. Dat vind ik weer wel, ja. Ja. Want levert de cameo in op kwaliteit? U bent toch met alles tegelijkertijd bezig, een mooi kadertje maken. Ja, dat kan inleveren op kwaliteit. Het kan kwaliteit toevoegen. Om wat ik al heb gezegd, kwaliteit toevoegen in de zin van verrassender antwoorden, dichter op de mensen, meer onverwachte gebeurtenissen waar je op kan inspelen. Je bent sneller, je bent mobiel, mensen doen ook ontspannender. Dat kan een kwaliteitswinst zijn. Tegelijkertijd, je bent met zoveel bezig dat je soms even denkt, de scherpte mist om net die ene vraag te stellen die je had moeten stellen op dat moment. Want je was even bezig met het licht of de focus, ja. Zonde.
Maar soms ben je natuurlijk ook als cameo erg trots op de beelden die je hebt gemaakt. Kijk dan hoe goed gefilmd. Hier, close je zo meteen? Oh, dat weet ik niet meer. Nee. Je hebt zo gauw zoveel mooie filmpjes.